Oké, nieuw voor dit jaar is niet alleen de gewone mineurladder, maar mineurharmonisch. Mineurharmonisch, wat wil dat eigenlijk zeggen? We hebben onze mineurladder, gelijk dat we hier vorig jaar hebben geleerd, namelijk als volgt: do, re, mi, mol, fa, sol, la, mol en si, mol. Harmonisch wil eigenlijk zeggen dat je daar je zevende toontrap met een halve toon gaat verhogen. Dus in plaats dat je daar dan, in dit geval een do klein, in plaats van een si mol te spelen, ga je daar een si hersteld gaan spelen. En dat klinkt eigenlijk als volgt. Nu, je was net in, ze noemen het ook niks voor niks, af en toe eens de Arabische toonladder. Waarom? Net omwille van die verhoging krijg je een Oosters effect. Goed, maar omdat we één noot hierin gaan veranderen, gaat dat ook helemaal de rest van de andere toontrappen ook weer gaan beïnvloeden in de akkoorden. Heel belangrijk om te weten, beste mensen, als het harmonisch is, wat gaan we doen? We gaan dat ook duidelijk maken in onze toontrap. Het is zeer onlogisch, ik weet het, de zevende toontrap, hier moet er nog steeds een mol blijven staan, want het slaat erop dat het eigenlijk uit mineur komt. Maar we gaan het straks zien, onze akkoord, onze becijfering wordt anders. Goed, harmonisch mineur, de eerste toontrap in harmonisch mineur. We behouden onze eerste toontrap mineur en we zetten daar gewoon harm. H-A-R-M bij, van harmonisch. Soms kom je dat ook tegen als eerste 1 mineur met het teken van majeur 7. Dus een kleine terts akkoord, een kleine terts solader, een mineur akkoord, maar met een verhoogd septiem, een grote 7. Wat krijgen we dan? Do, mi mol, sol en in harmonisch dan een si hersteld. Vandaar ook do, mi mol, kleine terts, grote terts, dus een mineur akkoord van do mineur, maar met een si, namelijk de majeur 7, want die ligt op een halve toon van die do. Wij gaan dat gaan opschrijven als C mineur majeur 7. En dit wordt dan ook onze nieuwe 1, onze nieuwe toonsoort. Goed, we gaan even verder met onze re-akkoord. In principe zal hier niks aan veranderen, want er zit daar ook geen si hersteld in. Dus dat blijft ook tweede toontrap half verminderd. Kom je dat tegen, kun je er zowel gewoon minor over spelen als minor harmonisch, tenzij dat je het aan de context ziet, als daar een ander akkoord naast staat, dan weet je pas echt of het minor harmonisch is, anders blijft het gewoon ook gewoon minor. Onze derde toontrap is mi mol, sol, een si hersteld en een re. Wat is daar nu heel speciaal aan? Mi mol, sol is een grote terts, dus we zouden zeggen het blijft majeur, maar tussen sol en si zit er ook een grote terts in. Dus onze 1, onze 3, onze 5 en onze 7, merken we dat onze 5 verhoogd is. Vandaar dat we ook eigenlijk in onze becijfering van onze toontrap daar ook kruis 5 bij zetten. Je komt dat soms tegen als een plusakkoord, maar de officiële schrijfwijze is in principe kruis 5. Bij gevolg krijg je dus mi mol, sol, si hersteld en re. Dus net zoals bij de toontrappen, die kruis 5 wil dus niet zeggen dat dat si kruis moet worden, maar gewoon dat je normale 5, in dit geval zou dat si mol moeten zijn, wordt verhoogd. Vandaar ook kruis 5. Het volgende akkoord is fa, la mol, do en mi mol. Verandert in principe niks aan.